Wow, wat is dit, jongens? We gaan toch even openen, hè? Yo, kijkers van mijn kanaal. Welkom eens nieuw op mijn kanaal, jongens, meisjes. Vandaag gaan we het hebben over Fortnite. En we gaan alweer een Battle Royale potje naar beneden spelen. En dit is alweer letterlijk de allereerste keer dat ik alweer inlog in dit nieuwe seizoen. Ik ben best wel hype eigenlijk voor dit seizoen. Ik ben stiekem misschien al vandaag al één keertje ingerokt, maar ik heb nog geen potje, zoals jullie ook al kunnen zien, nog niet gespeeld. Ja, ik heb nog altijd 80.000 XP nog te verdienen. En jongens en meisjes, we zitten op dit moment al in de loading screen. Oké, we zijn alweer hier alweer in de dingen weer. En ja, zo te zien is hier nog niks veranderd. Maar kijk even naar de map even bijvoorbeeld. Hier is precies een stukje, precies een nieuw stukje bij. En hier zijn er ook twee, drie stukjes ook bijgekomen. We zullen eerst even naar, wat is dat daar, Shandy Styles of zo, Styles of zoiets gaan. En ja, heeft hij nu dezelfde skin aan? Yo, die heeft gewoon dezelfde skin gewoon aan. Oké, ik vind dat heel erg leuk, maar waarom zit hij altijd ook te springen? Ik heb geen idee. Dit is raar om zo ineens ook te zien ineens. Geen idee waarom dat hij ineens zo was. Ja, we kunnen dat even ook, what the hell. Dat is ineens zo groen vanaf, dat is precies, oh, ik dacht dat ik daar even ging landen. Maar dat is precies zo groen, eigenlijk zoals chapter 1. Ik weet nog niet waarom eigenlijk. Maar zoals ik al zei, ik ben namelijk nog maar level 1. En ja, en wat kan ik nog allemaal zeggen? Ik heb geen idee. Laten we even zo gaan landen op die locatie. En dan zie ik er zo weer terug. Oké, dit ziet er nu al heel erg vet al uit. Ja, waar kunnen we ergens ook gaan landen misschien? Wat is dat daar eigenlijk op de grond eigenlijk? Kijk even op de grond even. Wat de hel is dat? Ik heb geen idee wat dat eigenlijk allemaal is. Wat geeft dit? Ik heb geen idee. Oké, je kunt er blijkbaar ook gaan bouncen. Als je dat kapot maakt. Oké, dat kan nog niet kapot volgens mij. Ik heb geen idee hoe dat eigenlijk kapot is. Allee, hoe dat eigenlijk nog niet kapot gaat. Oké. Is hier toevallig ook wat loot? Want ik ben niet zo heel erg helemaal weer bezig. En dit is raar. Oké, wat hebben we nu? Ik heb geen idee. Ja, laten we even ook naartoe. Laten we hier even naar binnen ook even gaan. Jongens, ik weet niet dat jullie het ook horen, maar ik heb ineens... Oké, we hebben hier een pistool. Ik vind het niet zo heel erg fijn. Als eerste kill van het ding naar beer van het seizoen. Laten we die even ook gaan helemaal gaan afmaken. Dus zo, oké. We krijgen nog maar 1100 XP of zo, oké. En je glijdt ook een beetje, zoals jullie ook al kunnen zien, je glijdt ook een beetje. Ik weet nog niet waarom. Maar kijk heel even naar de map, even naar dit soort gedeelte. Ja, maar kijk even heel erg goed, dat lijkt ook op chapter 2, slash chapter 1, seizoen 1 en alles. Jullie snappen dat hopelijk wel. En ik glijd nu altijd, dat is wel heel erg vervelend. Laten we even dit even weer even gaan droppen. Ik hoor weer iemand. Even zo snel mogelijk even gaan killen. Of toch de missie, die was al bijna al dood. Zo, en we hebben hem alweer gekilled. En er zijn... Dit wapen is nieuw ofzo, ik weet niet. Er lijkt wel een nieuw wapen op het eerste zicht. Maar kan hier... Oh. Oké. Ik heb geen idee wat voor ding dat hier is. En wat de... sinds wanneer zijn er zo'n boven die Fortnite? Ik heb geen idee, Fortnite, ik was er mis bij al. Ach ja, maakt niet zo even... Oh, wat is dit? Hey, wat de... Oké, ik heb echt totaal geen idee wat dat allemaal is. Ik moet zo snel mogelijk ook weggaan. Ik zag daar juist ook zo, precies ook zo een nieuw wapen of zo. Of wat was dat? Ik heb geen idee. Ja, maar in ieder geval, ik heb nog maar 8 kogels en dat vind ik niet zo heel erg leuk. Laten we even dit even gaan hakken, want ik heb niet zo heel erg veel meer. Of toch tenminste, ik heb hier nog wel wat minis. Of toch tenminste, ik weet het ook niet echt. Iemand is trouwens al level 2 en level 3. Ja, het is volgens mij om 2:30 dit seizoen nog maar begonnen. En ja, Mavis Sundor. Waar is alweer die ene berg van oh. Is onder de klokkentoren van Tilted Towers? Kijk even in de verte daar. Dat is precies de klokkentoren van Tilted Towers. Oké, wil dat dan ook zeggen dat Tilted Towers ook gaat terugkomen? Volgens mij is dat wel zo. En hier is zo'n plantje naar weer geglitcht. En ik kan er nog iets kapot maken. Oké. Nu dat ik dat toch hier zie. Volgens mij gaat dit gedeelte nog wel weg. Meer gaan trekken. Dit gedeelte kan nog wel iets verder ook alweer gaan trekken. Zoals jullie ook al hier ook al kunnen zien. Oké, dit is best wel hoog eigenlijk.
Maar zoals je ook al kunnen zien, er is hier alweer wat water en zo hier aan het doorstromen. Dus ik denk dat eerlijk gezegd, dat dit gedeelte ook een beetje nog wat gaat wegtrekken. Denk ik eerlijk gezegd, hè. Wacht even, dit, ik heb geen idee. Oké, ja. Dit geeft normaal gezien slurp, oké. Dat geeft de slurp. Laten we even naar die dingen naar beneden gaan, naar de klokentoren van Tilted Towers. Maar waar is dit? Oké, er is iets nieuws ook aan bijgekomen. Laten we even ook gaan kijken wat dat is eigenlijk. Dat geeft op dit moment nog altijd niks. Ik heb geen idee waarom eigenlijk. En we hebben nogal 460 XP er ook al bij verdiend. Ik kan helaas doen niet naar de klokentoren meer. Dat is wel een jammer dingetje eigenlijk, maar ik vind het best wel spijtig. Ja, laten we even dan naar de cirkel alweer even gaan. Ondertussen kunnen we wel even naar daar even wel gaan. Ja, dat is nog 503 meter ongeveer. Ongeveer zeg ik er al wel bij. Ja, wat kunnen we nog allemaal gaan doen? Of toch misschien is hier nog iemand, want ik zag daar precies ook wat licht of zo. Is daar ook iemand? Hallo, is daar nog iemand? Hallo? Nee, oké, dat is gewoon wat vuur dat ik gewoon heb gezien. Ik heb geen idee waarom eigenlijk. Wacht even, Mega City is ook nog altijd hier. En er is ook een nieuw eilandje of zo bijgekomen. Is dat dit of zo? Ik snap het niet echt niet meer. Of is dat dit eiland? Ik snap het echt niet meer wat dat er eigenlijk allemaal nieuw is, ja of nee. Dus ik ben nog wel een beetje in de war eigenlijk van wat is nieuw, ja of nee. Ja. Oké, daar is een heel dikke fight. Oké, zullen we erop afgaan? Ik denk het eerlijk gezegd wel dat we er kunnen op afgaan. Anders moet ik een tweede potje dan weer gaan starten. En ja. Oké, laten we toch even weggaan, want ik ben nog niet zo heel erg goed. Of toch tenminste, ik weet het eigenlijk ook niet echt meer, wat ik eigenlijk kan gaan doen. Oké, daar is iemand. Ik heb geen idee wat voor ding dat eigenlijk is. Ik heb echt rust, geen idee wat dat ding eigenlijk allemaal is. Waar is die guy? We moeten stilgestaan ook naar de cirkel ook, als je ook gaan. Oké, deze guy is gewoon hier, dat is helemaal top. En ik ben niet zo heel erg goed in dit spel. Maar dit ding, oh, wat de... Oké, dat ding is best wel heel vervelend. Wat is dit? Dit leidt naar een geheime tunnel of wat is dat hier? Wat is dit voor iets? Ik heb echt geen idee, maar laten we toch even ook weggaan, want de storm is namelijk een coming. En dat zou ik niet echt zien zitten als ik ga doodgaan nu al, in het begin van het seizoen. Want ik zou nog een begin Victory Royale ook willen halen. Ik heb zo'n gevoel dat er toch iets dingen al geeft. Wil je even stil even staan? Nee, blijf even stilstaan. Of toch tenminste, ik moet gaan verder rennen. En jongens, de boten zijn eindelijk ook terug. Hier is ook. Hier is best wel veel eigenlijk. En ik word al direct ook al beschoten. Hallo, wil je mij even niet beschieten? En ik zie direct ook al een enemy hier. Oké, zo. En dan. Voilà. Oh, die heeft een Victory Crown nu al. Wajo. Ik heb geen idee waarom dat hij eigenlijk een Victory Crown eigenlijk heeft. Nee. Oké, dankjewel. En nu nog de kill even ook nog even pakken. Dankjewel. En die heeft ook al een Victory Crown. Ik moet zo snel mogelijk hier even weg ook alweer gaan. Even tussendoor, ik ga wel even een bounty even claimen. Ik heb geen idee wat voor ding dat eigenlijk allemaal is. Maar hier op deze locatie op... even kijken, waarom is mijn marken ineens hier? In... Ik heb geen idee wat dat er eigenlijk allemaal staat. Jullie mogen het zelf ook even gaan lezen. Als jullie dat ook al kunnen lezen. Want ik heb geen idee wat dat er eigenlijk allemaal staat. Ja. Ik ben helemaal tussendoor wel helemaal aan het praten. Maar eigenlijk heb ik niet eens heel erg veel zin om te praten. Ja, de bounty voor een chest eigenlijk te kunnen vinden is... Ah ja, hier zit het eigenlijk vol met chesten. Nu al, letterlijk, nog 4 minuten. En 20 seconden. Ja, wow, wat is dit jongens? We gaan toch even openen. Wat is dit ineens? Wat gebeurt er eigenlijk? Want ik heb geen idee wat er eigenlijk allemaal kan gebeuren. Oké, laten we dit even ook gaan meenemen en misschien deze medkit ook. Dat is misschien iets handiger als we zouden doodgaan, want ik heb niet zo heel erg veel zin om in het begin van het seizoen al dood te gaan. Ik ga proberen voor jullie, ook als teammates, ook, ik zeg er ook bij, ook een Victory Royale ook te halen. En we zullen ook wel zien, als ik een Victory Royale ook probeer ook te halen, en als ik dat kan ook, de Victory Royale umbrella ook te laten zien. Dus ja, waar wacht je eigenlijk nog op? Ik hoop
dat, ik hoop dat we ook al wel ondertussen al zijn geabonneerd. Ik geef jullie wel 5 seconden. 1, 2, 3, oh jezus, 4, 5. Oké, dat waren de 5 seconden. Ik moet best wel snel eigenlijk wat doorgaan rennen, want ik heb niet zo heel veel zin om tegen deze monsters eigenlijk te gaan vechten. Of tenminste, zij komen nu weer van mij. Dus oké. Goed, dankjewel. Dankjewel als jullie nu al. Ja, jullie weten het wel. Oké. Waar is deze straat? Oh, wacht. Was ook mijn dingen ook alweer. Ja, niet zo heel erg slim. Deze locatie is nu altijd hetzelfde, blijkbaar. Ik vind het helemaal prima. Geef me even maar dit even, dankjewel. Is hier ook nog ergens ook een chest? Want dat weet ik op dit moment nu altijd niet. Deze locatie is nu altijd hetzelfde. Ja, waar is nu ergens ook een enemy? Want, wow, what the hell? Dat ding is ook al veranderd ofzo. Die storm is ook al veranderd. Ik heb geen idee waarom eigenlijk. Maar laten we even naar... is dit ook al nieuw als door deze bergen? Is het nieuw? Laat het even zo ook weten in de reacties, want ik heb geen idee dat deze bergen ook nieuw zijn, ja of nee. Laat het even zo ook weten in de reacties. En wat is dit hier? Ja. Ik heb geen idee. Wat gebeurt er? Dit is gewoon de van seizoen 8, geloof ik. Oké. En dit is nog altijd Cube Island, maar dat is eigenlijk zonder een cube eigenlijk. Ja, ik heb best wel veel editwerk nu op dit moment dat ik het eigenlijk over nadenk, want ik zit heel de tijd in deze video ook te praten en alles. Dus ja, maar werken deze dingen ook nog eens? En volgens mij is dit wel een hoog ding eigenlijk, maar ik weet het niet echt zeker. Oeh, de Thermal Fish, is die terug? Even kijken. Volgens mij is die gewoon terug, jongens. Was die er ook al uit? Laat het even zo ook weten in de reacties. Ik weet wel dat ik het heel erg veel al zeg. Of ja, jullie weten het wel. Dit. Oeh, de drum shotgun is ook alweer terug. Oké. Ik vind het helemaal prima. Ja, ik zal ook een update video. Ah ja, niet een update video of zo. Ik zal proberen een video ook te maken over. Ja, hoe zou ik het eigenlijk kunnen zeggen? Over allemaal nieuwe dingen ga ik allemaal een video allemaal maken. En ja, maar wat de hel, ik heb geen idee wat voor rode bomen dat daar eigenlijk allemaal zijn. Oké, maar ik hoor hier ook al een enemy. Waar zit die dan? Even zo gaan kijken. Holy! Wat? Nee. Holy Jesus, wat de hel. Oké, ik had Kert ook verschieten. Oké. Jezus, ik verschot mijn trot, joh. Wat is dit voor raar ding eigenlijk? Oké, ik heb nu al 6 kills trouwens. En ons team heeft er 8. Of toch tenminste, heel ons team heeft er 8. En ja, maar ik heb niet zo heel erg veel zin om nu al te gaan vechten. Dus ik ga even trouwens hier in het gebouw even ook gaan zitten. Is het gebouw ook nieuw of zo? Want ik heb geen idee. Oké, dit komt helemaal top uit. Dit komt helemaal top uit. Ik ga hier even namelijk even ook gaan zitten. Daar is een SMG. Geen idee waarom eigenlijk die SMG daar eigenlijk ligt. Oké, goed. Dankjewel. Ik ben trouwens dit seizoen iets beter ook al geworden, merk ik. Ik weet nog niet eens hoe dat ik dat heb gedaan. Oké, ik hoor alweer enemies. Hopelijk vind ik die wel. Oké, waar is die guy? Ik vertrouw het echt niet, ja. Ik ga namelijk hier even... Vertrouwd echt niet. Als ik nu ga doodgaan, dan word ik helemaal gek. Nee, daar. Oh, mijn god. Nee, daar. Ja, jij bent die gaat dus doodgaan. Dankjewel. En. Nee, ik heb internetproblemen. Oh, mijn god. Ik weet niet dat jullie het ook hebben gezien, maar ik heb internetproblemen gehad. Ik ben wel gelukkig op de 9e plaats alweer gekomen. Maar even tussendoor, ik had echt serieus internetproblemen, als ik het goed heb gezien. Wow, joh. Oh mijn god. Als nu mijn camera werkte, joh, dan zat ik helemaal in de andere hoek. Maar ja, mijn camera is nog helaas nog altijd stuk. Dit is nog altijd quest van vorig seizoen. En dit is er ook nog altijd, dit. Ik ben nu al level 46 al, normaal gezien.
Maar ik ben nog altijd level 1. Dit seizoen. Ik moest eigenlijk nog 4 levels noemen. Mag ik eigenlijk nog stijgen? En ja, wat moet ik er allemaal nog bij zeggen? Dit kan nog tot, even kijken, tot 8 weken nog gaan duren als ik het goed zie. Ja, maar we hebben nog op dit moment nog 7 skins dat we eigenlijk nog moeten unlocken op dit moment. Ja, we zijn level 2370 op mijn account level. Ik heb best wel veel hier al op gedaan eigenlijk. Ik ga even gaan kijken welk seizoen dat ik eigenlijk was begonnen op mijn PlayStation eigenlijk. Kijk, ik zit nog maar in seizoen 4 op dit moment. Ja, dit was trouwens in 2020 nog maar. Dan weten jullie ook op dit moment hoe lang dat ik eigenlijk al Fortnite aan het spelen ook alweer ben. Ongeveer, want ik ben 3 seizoenen op mijn Nintendo aan het spelen geweest. En dan nog eens een keer op een ander moment eigenlijk op de PlayStation. Laten we even snel daar even ook weer gaan. En we zitten alweer bij seizoen 1 van chapter 2 alweer. Toen had je ook nog eens die deal damage, wacht even zeggen, deal damage, 1000, oké, ik zie het nu altijd niet. Dat is de deal damage en zo verder eigenlijk. Dat was namelijk in seizoen 1, als jullie het ook al zien. Dat was namelijk in seizoen 1 en ja, maar blijkbaar, even kijken. Dit is trouwens in Vaulted en even kijken, dit is ook. Dino's kun je dus blijkbaar ook oprijden, ik vind het helemaal prima. Ja, ik ga trouwens, als deze video nog niet is geüpload, ga ik live streamen. Dus ja, ik zie u dan tot straks ofzo, of ik weet niet wanneer, of toch tenminste over een weekje ofzo, ik heb geen idee eigenlijk. Ik zou zeggen, allemaal bedankt voor het kijken en geniet van dit seizoen zou ik alweer zeggen. En ik zou zeggen, allemaal bedankt voor het kijken, tot de volgende keer dan weer. Doei, doei.